Oh, hey allemaal. Psst. We gaan weer verder met Detroit Become Human. Om te verder met het kutspel. Ja, mijn favoriete gozer. Ik dacht dat dit mijn minst favoriete gozer aller tijden zou zijn. Na de trailer. Maar deze is de beste. We gaan in die coole vrouw reporten. Heb je een parapluutje vast? Ja, ik ga hem niet opdoen. Ik ben een robot. Ik kan tegen elektriciteit. Dat is wat ze hebben uitgevonden, deze robots. Daar moet je gebruik van maken ook. Anders is het zonde. Oh, die vrouw staat helemaal daar. Jongen, waarom staat ze ook in de... Gaat ze lekker in de regen daar weer staan? Op exact dezelfde plek. Hij staat onder een designboompie. Die zit lekker droog. Minpunt aan het spel. Geen breakback kinkertjes. Geen breakback kinkertjes? Ja, dat zijn de leuke. Dus die zitten hier wel in. Ik heb gewoon niet gezocht. Zou je horen. I've been expecting you. Would you mind a little walk? Ja, moet ik mijn paraplu weer omhoog doen, zeker? Ja, hoor. Dan doe ik het voor mezelf nu wel. Staat ze hier de hele dag tot wij hier komen, elke keer? Is dit ook een robot? Congratulations, Connor. Het gedraagt zich wel als een robot. You managed to find that deviant. Tell me, what did you learn? Vogels. Tekens op muren. Om ja, die heb ik in lockdown. Anders had ik ook... Liefst praat ik de hele dag over vogels. Die struisvogel gaat het waarschijnlijk ook ja, over. Ja, die struisvogel. Seemed obsessed with RA9. What else? Die vogels, hè. It was fascinated by birds. We've seen deviants interested in other life forms, like... Oh, dat had ik helemaal niet door. Dat hij zo fantastisch vond. Nothing like this. Zeg dat gewoon zijn huis smerig was. Dat is wel overdreven smerig, maar. Very close to capturing that deviant. It's a pity you let it self-destruct. Waarom en dat was ja, zijn moeten fout, pakken? Hoor. Waarom moeten pakken? Excuus? Ja, gewoon deze vergrote wil je te vriend houden. Anderson's custody. Dat is niet echt excuus. Nee. That he would let it get away. Ik dacht, hij gaat sorry zeggen, maar hij gaat gewoon excuus voor zichzelf verdenken. How is your relationship with Lieutenant Devine? Ja, helemaal kloten. We hebben het verneukt, mevrouw. Negatief is het, ja. Ja. He is openly hostile towards me and continues to show wordt hij ontslagen, Peter? Wij nemen ze de baan over. Cooperating with him is a real challenge. Dat gaan we wel veroorzaken op deze manier. Deze gozer zegt alles anders dan hoe ik het in mijn hoofd heb. We don't have much time. Laat hem niet in de regen staan. Deviancy continues to spread. It's only a matter of time before the media finds out about it. Hebben ze het nog niet door? We need to stop this. Whatever it takes. I will solve this investigation, Amanda. I won't disappoint you. Een updateje. A new case just came in. Find Anderson and investigate it. Ze loopt echt... Ze boeit er echt helemaal niks meer. Als het buiten regent zit ik geen stapje naar buiten. Ze is helemaal klaar met je, Timon. Ze is helemaal klaar met je. Eerst was ze nog blij met me, hoor. Ja, maar we hebben het echt verpest. Die zaak moet opgelost worden, Timon. Wat is dit? Wat is dit nou voor een mannetje? Oké. Geen mooi shot. Gewoon eens even gemaakt voor de ene seconde. Henk is alweer vijandig. We hebben die gozer nog niet eens gezien. Hij is tenminste niet meer gestrest. Rip de vis. Het is te laat. En hoe kan je geluid maken terwijl het uitstaat? Lieutenant Anderson! Zo. Anybody home? Hadden die haring in het begin gered, was misschien wel een compagnon, zo'n vriend. Wat een belletje nou, als echt een... Ja, hou alles weer fout terug. Gaat. Als echt alles fout gaat. Ik kan ook je aanbellen als het moet, hoor. Door het moet. Raampie. Zijn koprol door het raampje wil ik zien. Flexibel. Ja, doe het. Flexibel koprol. Ik kan alleen maar kijken. Hij ligt daar gewoon slap, of zag ik dat verkeerd? Ik zag helemaal niks in, maar waarom kijk je, als je niet zag, waarom loop je weg? Ik zag hem slap liggen en ik ga naar binnen glippen. Je bent echt wel een speedrunner hart en nier. Mijn brein heeft nog helemaal geen tijd om het allemaal te calculeren en te verwerken. Je hebt ook maar een IQ'tje van... Oeh, daar ligt hij. Ik zag het al. Ik zei het, hij ligt gewoon daar slap. Ja, tik dat raampje gewoon in. Ja, de koprolletje. Ja, ik ga Oké, doe het alsjeblieft voor mij, Timon. Doe het voor jou, Peter. Oh! Timon, ga er daar niet voor. Kijk, de buust. Dog, I'm not gonna hurt you. I'm here to save your owner. Cutie man. Dat is een leuke. Dat snapt hij wel, dat snapt hij wel. Als ik echt een inbreker, dan boeit hem echt helemaal niks.
Zijn baasje sterft en er komt iemand inbreken, het boeit hem allebei niet. Die hebben ook gewoon niet zo'n goede band. Nee. Hij haat dieren ook, hè. Oké. Hij heeft even zichzelf heen gekotst. Niet hetzelfde als bij die vis doen, alsjeblieft, Timon. Ik ga het even proeven. Geen letsel te zien, hoor. Even kijken, sporen van alcohol. Die Schotse whisky. Ja. Hoeveel procent alcohol zit er? 40% dacht ik. Oké. Okay. Heb je niet gelezen, wist ik ook. Bij zijn handpalm. Een wapentje heeft hij zelf in zijn handen. Black Lamp, Schotse whisky. Ja, dat is, had je goed gezien al. Dit is zo'n vuurwapen, of niet? Eén kool zit er nog in. Lieutenant. Alcohol coma. Mogelijk. Bitch slap hem. Wake up, mogelijk een alcohol coma. Hij wordt echt één tikkie wakker. Yeah. Dat is toch mogelijk? Oh! It's me, Connor. Hij kan niet eens bijna staan. Hey! Leave me alone, you fucking android. Get the fuck out of my house. I'm sorry, Lieutenant, but I need you. Thank you in advance for your cooperation. Lee, get the fuck out of here! Wat ga je nou doen precies allemaal? Ja, weet ik ook niet. Nou, daar heb je een badkamertje met die gozer. Zulu! Attack! Kudzo. Attack! Ik mag die gozer wel, hoor. De hond? Ja, de hond. Henk mag ik echt niet. Hopelijk wordt hij echt ontslagen. Zo snel mogelijk. Oh, leave me alone, you asshole. Maar waarom we nu BFS doen? Want kon het een leuk momentje zijn, dit, Timon. Dit is ook gewoon leuk, maar dit hebben we later hebben we het erover. Ik kan ons echt lachen. We zijn zo dronken er allemaal. Ga eens even bekijken. Kan ik niet lezen nog? I don't want a bath. Thank you. Wow, we gaan straks achterkomen wat hij met androids heeft meegemaakt. Niet te hard duwen, joh. Dat is heel gevaarlijk. Dat kopje kon echt tegen een muurtje aanknallen. Die gozer is dronken, was een. Ik heb het toch berekend. Je bent hem half aan het martelen. Gozer is wel heel onder de douchehouders niet martelen. Zou je ook eens bij jezelf moeten doen. A homicide was reported 43 minutes ago. Ik ga mezelf niet martelen. I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. Jesus, I must be the only cop in the world. Hij is ook echt perfect weer. He gets assaulted in his own house by his own fucking android. Ook al coma en hij praat gewoon heerlijk verder hoor. Beetje water. Ik ben agressief. If you're unable to conduct this investigation, I'll have to inform your superiors. Ja, ik ga gewoon klikken. Noem maar een klikspaan. Timon, ik wil een band. Het gaat fout tussen die twee. Noem maar een klikspaan. Hij gaat jou straks kapot maken als we echt de band helemaal verpesten. Boeit hem helemaal niks. We gaan niet omlaag of niet omhoog. Hij heeft er respect voor, hoor. Ik ga plagen. Je bent hem de hele tijd al aan plagen. Ik zei het toch. We zijn nu echt vrienden. We gaan een beetje plagen. I understand. We gaan een beetje plagen. Een beetje clearen. Probably wasn't interesting anyway. Heel speels. A man found dead in a sex club downtown. Guess they'll have to solve the case without us. Beetje plagen, hoor. Speels. Probably wouldn't do me any harm to get some air. There's some clothes in the bedroom. Gedronken zijn werk doen gewoon. Of hij is niet dronken meer door dat plasje water. Plasje water kreeg je ook geen. Gluur naar de dingen die hij heeft opgeschreven. Dit zijn Easter egg geimpie. Scannen. Ik dacht dat er echt allemaal goede dingen unlocked en zo. Was het maar zo. Hier liggen wat mooie kleren hoor, even kijken. Mag ik kiezen wat hij aantrekt? Whatever. Oh yes! Oh, gestreept, streperig. Streperig, of hippie. Die vessie, dat panterprintje. Panterprintje. Zebraprintje. Cowboy laarsjes erbij en gaan hoor, prima. Kun je meer kleren uitkiezen of is het alleen, gaat hij alleen een shirt? Je kan toch niet dat hij twee shirts over elkaar gaat dragen? Of denk je van wel? Een shirt met blote voeten gaat hij nu. Ja. Are you alright, Lieutenant? Yeah. Gooi een beetje water over me heen, dat voelt, vindt hij lekker. Wonderful. Just give me 5 minutes, okay? Sure. Maar Timon, hij drinkt om iets te verwerken. Wat is het nou, Timon? Hij heeft het zo zwaar. Leer hem beter kennen. Ik ga stalken. Even kijken, waarom kan ik het beste informatie vinden? Even kijken wat hij drinkt, is wel belangrijk. Een milkshake hier, een lekker burgertje heeft hij weer te pakken hoor.
this is clearly a new escalation in the conflict. Wat is dit nou weer? Many experts are suggesting. Zullen we hem even skinnen hoor. Leuke muziek. Oké, dan ga ik zo meteen aan hem vragen. Van jazz, dat ik jazz heel leuk vind, ga ik gewoon opeens zeggen. Hé, hey, een pot? Nee, Timon, focus je, focus je. Wat is dit voor een pot? Timon, focus je. Leer die gozer nou ook beter kennen. We kunnen eindelijk een band met die gozer. Oké, oké, maar ik wil eigenlijk die pot eigenlijk niet missen. Ja, ik hoorde een slam dunk. Oh! Ik hoorde een slam dunk. Ik ga nog even bij die slam dunk, maar even deze gozer even kriebelen. What the fuck? Oh, de hond. Ik zie niks in. Ik zie ook helemaal, je betast echt gewoon echt een biest in een hoekie. Echt, vindt hij lekker, joh. Vindt hij lekker hier. Ja, dat is een gezond beestje. Mag ik nog een keer aaien? Hij heeft een nat neusje, dat is een gezond beestje. Dat is een gezond beestje. Ik ga even één keer aaien, als het mag hoor. Bekijk ook dat ding wat je moet bekijken. Kijk, dat. Jazz vindt hij echt prachtig. Jazz vindt hij leuk. Er is ook niks moois hoor, Peter. Weet je hoe zijn hond heet? Nou? Jazz. Waarschijnlijk. Hij houdt van jazz. Jazz gewoon. Het is nou echt een hele slechte naam. Het computer kan toch even kijken. Dat is een gok ook maar hoor, het hoeft niet te zijn. Maar ik heb een beetje geanalyseerd en Een beetje ga naar zijn slaapkamer, daar zijn al zijn persoonlijke dingen. Waar niemand aan mag komen, dus ga daarheen. Ja. En je handjes te vrij van. Ik zie kleren, hij houdt van kleren volgens mij. Oh ja. Hij houdt van ramen. Dat is echt nachtkastie, helemaal... nachtkastie. We hebben nog maar één kamer te gaan. Ik moet er gewoon een foto bekijken, foto, Jazz. Jazz. Oh. Ja, zit. Jazz. Nee. De stekker moet eruit. Hij haat robots zo erg. Maar waarom? Straks komt dat gevoelige muziek als we een foto zien hoor. Ja. Dan zien we een foto van zijn vrouw of een dochter of zo. Kastjes. Deze kamer, hier komt het. Dan ga je maar wat? We hebben helemaal niks gedaan kunnen doen nog. Alleen wacht op Henk is het. Leer hem beter kennen. Wat kunnen we nog aanraken? Hier, ik zie echt zoveel foto's op dit plankje hier. Maar je hebt ook nog helemaal niks geproefd of zo. Ik heb nog geen dorst. Doe je daarom? Ik dacht dat omdat je het ging onderzoeken allemaal. Nee, dorst gewoon. Dus je gewoon verschillende sappen op te drinken. Wat was het computertje? Wat zei die ook weer? Niet. Mocht niet. Mocht echt niet met de computer. En hier pas ik echt niet tussendoor die op, tussen die hond. Zullen we browse geschiedenis even bekijken? Dan weet je ongeveer wat voor mens het is. Maar gewoon echt alles in de keuken. Ben je helemaal gek? Dat is de laatste plek waar ik zou kijken. Oh, dat wapen. Ik zou even heel cool voor mijn vinger laten draaien. Terwijl ik geladen is. Niks zeggen. Oh, ja, niks zeggen. Dat is misschien te confronterend. Je wilt op BFS met hem worden. Ja. Ik denk niet dat hij zou zeggen, ja, ik wil graag zelfmoord doen. Ja, ik weet echt superveel van hem nu. Hier heb ik echt heel veel van gehad. Ja. Gewoon kan hem gemakkelijk aankijken. Ik hou van jazz. Alright, Sumo. Jazz is beter. Kun je die hond niet meenemen? Dat is mijn favoriete gedeelte van het spel nog, tot nu toe. Ja, joh. You're a cutie man. Wat kon hier allemaal gebeuren? Oh, het valt er mee. Ik heb maar drie dingetjes gemist. Dan zouden we essentiële dingen gemist hebben. Die jazz is belangrijk, daar houdt hij van. Dat vindt hij erg belangrijk. Oké, wat nu? Gaan we weer met Marvin spelen, zeker? Ik wil niet met Marvin spelen, die gozer is zo saai. Als ik hem dood kan maken, ga ik hem laten sterven. Deze chille vrouw vind ik ook helemaal niks. Heb je twee... Timon, ik voorspel, het einde van het spel gaan Marvin tegen die politieman. En dan gaan we met die politieman... Ja, moeten we een keuze maken misschien, ja. Dat zou wel mooi zijn. Maar er zullen meerdere keuzes zijn, dat je ook ze allemaal kan overleven laten natuurlijk. Peter, als ik de keuze krijg, je kent mij donders goed, hè. Maar wat als die politie geïnfecteerd worden en voor onszelf gaan denken? Geïnfecteerd? Ja, met dat virus waardoor hij is super modern, die robot. Dat gaat hij niet hebben. Het is de duurste robot aller tijden. Oh. Het ging allemaal onderdeeltjes jatten, toch, met deze man allemaal? Ja. Waar we vandaan kwamen. Is dat die place where I belong, is dat of niet? Nee. Oh. Dat is iets anders. Ik kan gewoon lopen, ze zijn Ja, echt niemand is aan het opletten. Watch out. Die chillen. Ja, die chillen vind ik niks. Die chillen robot met een BH'tje. Die mag ik het minst van iedereen nog. Het scheelt niet veel hoor. Zijn kopie ook de hele tijd. Al maak ik ze nou even een geintje tussendoor.
Geintjes vinden we leuk bij serieuze momenten. Ja, dan kunnen ze wat van Marvel leren. Ja, echt. Die snapt het precies. Okay, dit gaat helemaal prima. Ja, noem me nu nog maar slecht in een spelletje. Dit gaat echt prima, het kruisje indrukken. Oh. Hier ziet niemand ons. Nee. In de lamp. Hier valt het echt niet op. In de lampen bovenop alles. Het is nog zo ver. Oh. Even dus even lol. Op dat hopje. Ik wist niet eens wat ik deed. Gewoon gaan. Ik ging blijkbaar gewoon. Nu ben ik met een coole vrouw zit ik. Hop. Ik zou wel geluid maken als je landt op daarop. Helemaal als een stalen robotmachine zijn. Je landt op staal. Ik ben er bijna. The warehouse is up ahead. We're almost there. En dat hoop je voor de lol. Zometeen gaat het toch gebeuren, Peter. En dan is het opeens. Oh nee! We zijn bijna te pakken genomen. Maar dan komt het allemaal weer super goed. Omdat ik goed in de knopjes indrukken ben. Cyberlife warehouses. We have everything we're looking for. First we have to get rid of that drone. Moet ook nog terug, hè? Gewoon een steentje er tegenaan. Give it to me. Ik ga hem bereiden, Peter. Ik ga op de drone zitten. Waarom? Skateboarden, heb je het over? Ja, skateboarden. Oké, dan heb je mijn aandacht te pakken. Oké, wat is de beste manier? Dit is echt veel te hoog. Zou je ook de afgang voelen als hij het probeert? Je kan dat nog proberen, hoor. Kijk. Ja, het kan hem misgaan als hij het dan probeert. Hmm. Dat halen we. Hop. En dan verder. Het is weer te hoog. Dat is toch veel te hoog. Dat zag ik gelijk al. Ja. Ja? Dit is te ver. Je moet er eerst omheen glippen. Ja, kickflip hè? Berekenen, kickflip. Ja, 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 ja. Nee, dit is geen kickflip. Nee, hij moet erop staan. Tony Hawk style. Ja. En wat gaat hij dan doen? Gewoon naar beneden storten met dat ding? Dat is het denk ik. Kan ik echt niet een kickflip met hem maken dan? Tony Hawk zou dat echt waarderen. Ja, dit is heel saai. Oh shit. Ik moet hier aan het opletten. Pak ze rond alle tijden. You okay? Yeah, yeah, I'm fine. Opeens staan ze naast me. Hoe snel zijn zij er afgedoken? Waarom zijn we naar boven langs gegaan? Quick, open the other crates and fill your bags. We lopen hier gewoon op een terrein. En niemand is in de buurt. De zoekkisten. Ik ook deze kijken dan. Alle lampjes staan gewoon aan, dat is wel handig. Mag ik ook één kist bekijken alsjeblieft dan? Iedereen's kist aan bekijken, ook één kist bekijken. Mag ik eentje openmaken van al die kisten? Oh, nee, ik moet echt per se die. Je kruisje werkt nu niet meer. Ja, ik wil het wel proberen. Ja, die is goed. Deze is goed? Ja. Pack opening. Ja. Zo illegaal nu, hè, die lootboxes. Daarom is het allemaal zo sneaky. Ja, nu. Is wel heel spannend. Nog een gozer. Uh-oh. You were trespassing on private property. Uh-oh. Your presence constitutes a level 2 infraction. I will notify security. John! Goddamn machine! Where is it this time? Wat ga je doen? Oh, wat? Pakken en verstoppen. Ik wil even een reconstructie maken. John! Misschien heb ik een goede keuze gemaakt, maar ik weet het niet hoor. I need your help. John! Wat is dat vrouw mag niet oplossen? Oh, loslaten, vasthouden, aanvallen. Zeker, aanvallen toch? Aanvallen. Ja, 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 vasthouden, sowieso. Ja, Peter. Vasthouden, sowieso. Je hebt een moord gepleegd. Je hebt een moord gepleegd. Ja, en deze saaie man ook nog. Ja, dit voelt me heel kut om. Ik heb gewoon een gozer vermoord nu. Ik vind Josh helemaal niks, ja, en dat was Josh, mijn favoriet. Ja.
Dit had ik niet willen doen. Ik raakte in paniek, Peter. En waar is die robot? Die loopt gewoon rustig weg nu, die ene gozer robot. Die gaat gewoon toekijken. Die gaat toekijken. Die helpt misschien wel mee. Niet meer. Ja, ik wil hem niet eens vermoorden. Voor een beetje saus. Dat is echt niet waar. Nee, zeker niet. Een mensenleven voor een sappie. Kijk in die ene grotere kist, jongens. Ik ga even in die grotere kist kijken. Ja. Sprintje. In die grotere kist, deze toch? Rechts van je. Dus ik dacht dat het een grotere kist was. Ik zag het er ook niet in. Is dit een grotere kist? Dit is een grotere kist. Pel hem. Een moord gepleegd. Dat voelt helemaal niet goed. Ja, dat is ook jouw fout hoor. Medeplichtig ben je. Ik zei vasthouden. Ja, toen het tijd voorbij was, ja. Daarvoor zat je ja te doen. Je weet zelf niet eens wat je zegt. Ja. En was de tijd voorbij. Wat zei jij dan? Waar zei ik ja op dan? Ja, of vermoorden, aanvallen. Dat zou ik nooit doen. Nee. Voor gozers. Vrijheid zo. Sluiten die op toch? We kunnen ze niet overhalen. Ik ben wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd. Ja, maar je bent zo traag, hè? Ik zei, ik ben benieuwd. Naar wat? Naar het bevrijden ben zeg ik benieuwd. Zeg dat dan, man. Ik zei bevrijden. Je spuugt op me. Ja, en terecht of niet? Nee, je bent zelf te laat. Niveau 2 is snotroggel. Take me with you. Echt, Peter. Ik moet alles zelf aan. En als ik iets verkeerd doe, is het van... Nee, wat doe je nou? Je bent ons juist op Je weet niet of dit verkeerd is. Dit is goed. Dit is goed. Ik kan hem niet terug. Het is te dangerous. Ik ga hem accepteren. Hij komt met ons. Kijk, dat vindt hij mooi. Waarom hoort hij opeens bij ons? Hij heeft die gozer geroepen en nu is het opeens een BFF. Hij gaat ons naaien. Nee. Deze gozer die kan je erbij hebben. Waarom is hij opeens normaal? Dan had je die andere knullen ook mee kunnen nemen. Als ik de keuze heb om te volgen, ga ik het niet doen. Je volgt hem al. Down there, in the control station. There are two human guards. We'll have to get the key without being... Jij kan hem toch pakken, of niet? Suicide markers. Our bags are full. We got what we came for. Let's go before they catch us. This is a truck full of spare parts. Als ik een keuze moet maken, gaan we weg, hoor. We can't pass this up. And if we get killed, our people will have nothing. We can't take that chance. It's too risky. Hij gaat ons naaien. Ja, gaan weg. It's not worth the risk. We have what we need. Nu is weer ontevreden. Ze wilden juist weggaan. Okay, then, let's go. George vindt ons prachtig, hoor. Waarom vindt George ons zo prachtig? Ik zeg dat we weggaan. Dit was echt heel raar. Die vrouw zegt van, ja, we moeten weggaan. En dan ga ik weg en is van, nee, vind ik niet leuk. De chat vindt het wel een hele saaie keuze. Van jou persoonlijk. Ik wil gewoon dat dit stukje zo snel mogelijk voorbij is. Wat denk je daarvan? Ik wil het leuke gedeelte van het spel weer spelen. Twee wegwezen. Waarom kwam niet via deze kant naar binnen? Als hier niemand staat op het ene we hekje. We hebben blue blood en biocomponents. There will be enough for everyone. U wilt een oprechte antwoord. Ik weet het niet, Timon. Ik heb echt respect. Nul vindt ons opeens wel goed. Wel. Die vindt ons zeer neutraal. Simon. I came to Jericho because here androids are free. Free to live in the dark, hoping that no one finds us. Free to die in silence. We zijn echt binnen een kwartiertje een leider geworden. Ja, echt. Dat dwing je af net, maar dan zo ben ik ook leider in lekker spelen geworden. And I'm not gonna beg for je zat net nog te piepen om wat je moest doen. Zo'n leidinggevende ben je niet. I don't know about you, but there's something inside me that knows that I am more than what they say. I am alive, and they're not gonna take that from me anymore. Our days of slavery are over. Je bent echt één dag. What humans don't want to hear, we will tell. Met 10 mensen, ze hebben 10 andere rollen die het ook denken. Waarvan 8 kapot zijn. Ja. We are people. We are alive. We are free. Yeah! Ik zou het niet doen zelf. Blijf gewoon lekker hier zitten. Wat ben je dan voor een leider? We hebben respect van de hoofdrolspelers. Wat willen ze ook doen?
Wat doen robots graag in de vrije tijd? Oké, jongens, we gaan nu Tucky doen, want die gozer voelt hem weg. Ja, die zat echt te juichen. Twee vingertjes de lucht in. Wat is dit? Dat is een hand. Oh, je hebt heel zweterige handjes gewoon. Ik ben gewoon nerveus, is dat wat ze wil zeggen? Oké, door naar het leuk verhaal weer. Ik kon ook helemaal niks fout gaan hier. Ja, echt, hier kon echt veel gebeuren. Nee, er kon helemaal niks gebeuren. De beste gedaan, nee, ik kan niks. Ik zie 10 verschillende opties. Dat is het enige wat kon gebeuren. Een nodig stukje in het spel, hoor. Zeer lineair. Oh, nice. De Sengs Club. Jongens, we gaan naar die Sengs Club, naar die Stream Club. Oh, feels like somebody's playing with a drill inside my skull. De gozer is werkelijk bijna in alcoholcoma en hij gaat gewoon naar die Sengs Club, hoor. Ja, tuurlijk. Oké. Let's get going. Nice. Je mag zelfs een keer mee. Nice, Peter. Ja. Dit vind ik wordt even spannend, hoor. Hij is vijandig wel, hoor. We hebben nog niet zo'n goede band. We moeten het wel voor de onze confrontatie... Peter, hou je back. Ik wil focussen nu. Sorry. Sexiest androids in town. Now I know why you insisted on coming here. Kan hier begin ik wel te zweten, hoor. Goedemorgen. Oh. Oeh, wat een bak. Connor, the fuck are you doing? Gewoon even aan het gluren, even aan het turen. Ga ook zijn pupillen bekijken. Weet dat hij ook al eventjes kijkt. Zo, jongen, wat een bakkie hier. Kijk even naar Henk, even kijken of hij 0% gaat kijken. Ja, hij gaat wel kijken. Yo, hij is al langs, joh, gesprint. Die weet niet hoe snel hij naar binnen moet komen. Oeh. Dit is echt een droom. Dead body in an asshole, just what I needed. Nice. Dat gaat mij een beetje te ver, joh. En dit vind ik wel heel erg ongepast eigenlijk, hoor. Doe gewoon normaal, denk ik dan. Moet het tegenwoordig zo, moet je denken, moet allemaal sexy. Zo over de top, man. What the fuck are you two doing here? We've been assigned all cases involving androids. Kan die gozer nou op de achtergrond? Well, you're wasting time. It's some pervert who, got more action than he could handle. Kunnen wij niet voor kiezen om zo'n sexy android te worden? Ja! Gewoon de hele dag een beetje jansen is dat dan. Een beetje spartelen. Come on, let's go. It's starting to stink of booze in here. Die gewoon echt een... Echt, die gaan we nog pakken, hoor. Night, Lieutenant. Ik fix het wel weer even. Die, dat is niet het slachtoffer, volgens mij wel. Dit is het slachtoffer. Proeven, waar kan ik proeven? De mond proeven. Even proeven, hoor. Even kijken of je... Oh, en je doet het ook gewoon echt weer! I think I'm gonna puke again. What the fuck, Timon? Slime saus. Ik dacht dat je een geintje maakte. Nee, even proeven. Dat kan niet legaal zijn. Het is een streamclub. Mag ik niet even proeven, Peter? Het is een Sengsclub. Alles mag, alles gaat. Nee, volgens mij gaat het, is dat helemaal niet zo hoe het werkt. Ik ben echt nog nooit in een streamclub geweest. Zo, ik heb ze echt alle drie al gevonden gelijk. Geen teken van hartfalen. Hartfalen is niet doodsoorzaak. Tekenen van wurging. Verstikking, hij is dood door verstikking. En wie is die gozer? Graham? Oké. Okay. Even kijken hoe het is gegaan. Constructie. Hij lag de hele tijd al slap. Hij werd hier gewurgd! Oké. He didn't die of a heart attack. He was strangled. Yeah, I saw the bruising on the neck. Didn't prove anything though. Could have been rough play. Okay, dit zijn ook gewoon als je dorst hebt. We're missing something. Ja, ik heb geen dorst meer. Ik zit nu al vol. Think you can read the android's memory? Even kijken of deze nog kan proeven, hoor. Timon, als je... I can try. Driver's license says
The only way to access its memory is to reactivate it. Dit heb je bij geen één andere gedaan, hè? Dat ze betast op de buik en zo. En hier ga je met twee handen. Ik ben een sengste mama nog op mijn ding doen. Dit zo, dat hoort hier allemaal. Dat hoort helemaal niet. Ze is dood ook nog eens. Gewoon even voelen. Is dit seksueel voor je android? Is nice. Tijd uitschakeling. Uitleggen. Ze is even kalmeren. Oké. Everything's all right. All we want is to know what happened. Is he dead? Ik weet niet of de feiten. Tell me what happened. He started. Je bent de moordenaar. Oh, zij heeft het gedaan. Ik weet het alweer. And again. Moet een moordenaar zeggen? No, it wasn't me. What else do you remember? Hurry, we don't have much time. I don't know. Oh, dat had ik niet moeten doen. I don't know. You were alone in the room. Was there anyone else with you? He wanted to play with two girls. Yo! What model was the other android? Did it look like you? Fuck jou, joh. Jij hebt helemaal niks aan gehad. Helemaal kut. So there was another android. Dat weten we, Peter. Was kooi vergeten. No. It couldn't go outside dressed like that unnoticed. It might still be here. If you could find a deviant among all the other androids in this place. Deviants aren't easily detected. Oh shit. It's gotta be some other way. No. Maybe an eyewitness, somebody who saw it leaving the room. Misschien die gozer op bed. I'm gonna go ask the manager a few questions about what else is going on. You let me know if you think anything. Ik kan toch wel eens de buik aaien, hè? Dan gaat het komt weer te leven, toch? Nice. Ik weet wat ik in de tussentijd ga doen. Het is ook jou. Jij stelt ook voor, jou moet hier gewoon nog op blijven. Misschien kunnen we hier wel informatie vinden. Come in. Stond er? Had Henk hulp nodig? Nee, wij hebben zijn hulp nodig om het open te maken. We willen die vrouw gewoon bekijken. Excuse me, lieutenant. Can you come here a second? Found something? Maybe. Waarop heb je gebaseerd dat je die wil bekijken? Ik zag gewoon een lekkere, Peter. Laat me nou gewoon even. We zijn live, hè. Denk nou... For fuck's sake, Connor. We got better things to do. Please, lieutenant. Ga je nog smeken ook? Laat me gewoon even met drinken. Gaat hij weer sap drinken. Jan. Even proeven. Waarom weet hij die code uit zijn hoofd? Ja. Heb je niet een uurtje nodig toevallig? Ik kan nog wat langer gebruiken, ja. Is een half uur zo heel kort. Delighted to meet you. Nice. Follow me. I'll take you to your Ga jij nou vandoor? Je praat niet eens meer, oh. Nee, Timon! Even aanraken. Echt, die... Peter, laat me nou even mijn ding doen. Je laat me nooit met rust. Oh shit. Ik wil geen spelletjes meer met je spelen. What the hell are you doing? Zoek de verdachte. Het is een gozer die ook een gozer. Een dans is daar, zo heel verdacht. Goed dat hij niet door de maat dans is voor de verdachte. Deze. Ja, dit is heel verdacht. Maar deze stond hier natuurlijk altijd te kijken. Maar het gaat volgens mij even om die vrouw die eruit kwam. Ja, daar gaat ze om. Ook dat jij aan rondkijken was. It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. Ja. Kijk, wie had een goed die kon het zien omdat ze langs liep. Deze gozer dan, wat denk je hiervan? Deze gozer die had het wild zat te dansen. Hey, what am I supposed to... Let's try this one. This better be... Dat is wel heel wild aan het dansen hoor. Zit echt in zijn eigen wereld, die gozer joh. Die is echt in zijn eigen wereld. Maar die gozer die was er echt langs liep. Waar die langs liep. Deze, wacht. Ja, nee, ik ben desoriënteerd. Gotta be the most expensive investigation of my career. Was het die kant op?
Deze ook gewoon even bekijken. Deze ook gewoon even voelen. Het is wel geel, Ja! Ja! Ik ga terug naar de club. It saw the blue-haired Tracy. I know which way it went. Hier toch ging je heen of niet? Dat is maar wel rechts, toch? Oh, dit is de club, ja. Hier rechts. Ja, en hier links. Nee! Just need to find another... Simon mag jezelf ook wel een keer belonen. Ja, goed tuurlijk. Werk geleverd. Hij is gewoon met de gozer even gebabbeld. You didn't see anything. I made a mistake somehow. Tenant, if you have a better idea, I'm all ears. Deze gozer, die kijkt echt rechtstreeks naar, toch? Ja, dit is zijn beste, denk ik. Beste hoek. Maar mag niemand eens meer vragen, hè? Oh, gewoon doorgaan dan, denk ik. Of niet? Oh, staat ze niet in een... Ja, oh, links kunnen we ook. Dit gewoon hier nog heen moeten. Misschien staat ze gewoon weer in een pot. Oké, begin de tijdsdruk te voelen. Die tijdsdruk voel ik wel, hoor. Hier zit er nog eentje. Waarom kan ik deze wel voelen? Waarom kan ik deze wel voelen? Peter, wat is dit? Ja. Scan. Naar de rode kamer. Het zal die kant op zijn. Dat zie je dus gewoon. Ja, deze gozer heeft echt perfect zicht, deze. Je kan toch niet anders dat deze moet het hebben gezien. Ja, geeft wel heel veel geld uit, hoor. Ja. Zo, die keek, die let even niet op die gozer. No, I lost its track again. Het kan maar niet anders, toch? Ja, maar die staat helemaal heel voor blij, de hele tijd, echt joh. Heel blij ook, hoor. You didn't see anything. I made a mistake somewhere. We hebben een fout gemaakt. Nee, ik maak geen fouten, Peter. Of is het gewoon dat we de verkeerde hebben gekozen? Kijk. Tegen een muurtje en dan daarheen. Oké, gaat gewoon nog goed, Timon. Ik kan ook wel even doorlopen, denk. Hij gaat echt zo traag loopt hier naartoe ook. Welk groot zou het hebben gezien? Deze toch. Ja, ik denk, ze laten die eens proberen. We hebben... Ja? Ja. Nou, Timon. Die is niet op slot ook gedaan, hè? Moet ze hier zitten? Als er een boekenkast is, dan heb ik een idee. Het verliet de kamer! Jongen. Nee, dat gaan we niet halen. Jongen. Dit is helemaal verkeerd. Dat kon nice, hoor. Zonder van het geld. I lost its track again. Shit. Hoe lang is die schoonmaker er al? Ja, oh, dat was misschien wel. Ja. I know where it went. Follow me. Was het hier? Oh, fucking A. This is crazy. Oké, ga aan, Timon. Ik ga het halen, Peter. Ik ga het halen. Hoeveel tijd hadden we nog? Ik had nog een minuut, maar het gaat wel heel traag. Ja. I'll take it from here. Dan kun je het doen alsof jij het hebt uitgevonden, zeker. Echt niet aha zeggen alsof je het al wist. Ja. Aha! Ah, ik wist dat je hier zat. Easy op tijd. Oké. Blauwe haard, Timon. Shit! We're too late! Nee, je lult, man. We gaan niet dat lopen lullen. Rechts zag ik blauwe haard, Timon. Ja, maar ik moet van die dingetjes zwemmen. Waarschijnlijk een stuur. Zou het niet gewoon een van de robots kunnen zijn die hier staat? Nee. Daar nog even kijken hier. Rechts van je, er staat er een met blauwe haar, maar dat zal dan wel niet zijn als je ook links kan lopen.
Ja, dat zal het echt niet zijn. Er zit natuurlijk geen geel dingetje bij. Die is al begonnen met krabbelen, hoor. Christ, look at him. They get used till they break and then they get tossed out. Kun je voor mij kijken? Gewoon of ze een stuur doen, op zijn minst. Wil je echt helemaal teruglopen? Je kan er wel, nee, daar, bij dat groepje ja. Oké, mag ik deze nog even bekijken? Nee, is het gelezen? Dat ga ik niet doen. Hier, deze. Nee, dat is gewoon een stuur. Even kijken. Ik weet dat jij het spannend vindt om af en toe te bekijken. Het is gewoon een beetje leuk om een beetje. Oh, bloed! Lik het! Ik maak een geintje, Timon! Mag ik niet gewoon mijn tong eroverheen in één keer gewoon? Je maakt echt gevoelig likje elke keer. En waar smeer je het nu? Ik ga even op je hand letten wat je ermee gaat doen. Laat je er gewoon op zitten. Ja, gaat wel weer weg. En een gevoelige doop doe ik het nu ook. Oké, gewoon doorgaan. We moesten je magazijn nog verder doorzoeken. Stond er wel nee, nog. Nee. Ik heb alles gezien wat ik daar moest zien. People are fucking insane. They don't want relationships anymore. Everybody just gets an android. Je moet nog wel eens. Cook what you want. They de boekie. Ja, hij moet echt een boekie lezen. Brew when you want. You don't have to worry about how they feel. Next thing you know, we're gonna be extinct. Because everybody would rather buy a piece of plastic than to love another human being. Dat vind ik helemaal niks. Beats me. Te veel verhaal. Het zijn echt 3 woorden per bladzijde. Het is bijna een kinderboek, Timon. Oh echt? Dit is te intimiderend. Oh echt, Peter? Kijk nou, come on. Oh nee, die wegwezen. Verscheur het ook eens, het kan een keer. Hij wil dat we nog iets gaan bekijken, maar ik weet niet wat precies. Een beetje hier. Saus, net als dat bloed. Oh nee, zoek het spoor van blauw bloed. Oh, moet gewoon bloed sporen. Je zit het wel te likken, maar je moet gewoon het slakke spoortje zoeken. En hier, onder je voeten door. Ja, die geheime tunnel, Timon. Staat die tussen? Ja, daar staat ze gewoon. Hey! What the fuck? Ik wil niet doodgaan met deze gozer. Don't move! Boom! Oh! Zijn allemaal op stad gekomen. Oh. Er kunt toch wel één zo'n zwakkeling vrouw aan? We zijn een superdesign. Ja, die zijn ook gemaakt om te vechten opeens, terwijl wij een superdesign politie-robot zijn. Dat zijn allemaal, hoor. Oh! Oh, yo! Woe! Echt, we hebben het easy, easy, Peter. Niks aan de hand. Kijk! Nee joh, die vrouw! Hoe sterk is zij? Je bent toch hypermodern? Omgooien of trekken, dat maakt niet uit. We zitten in een sprint, het maakt Peter. Niet uit! Doe, kracht is die vrouw! Trap! In de gezicht, hoppateetje. Maar dit is nu niet eens een goede vrouw ook, hè? Ik wil echt gevecht tegen een vrouw hier. Een stripper. Ja. Dit zijn echt vechtrobots of zo. Ben je echt ingemaakt? Waarom schiet hij ook weer niet? Hij houdt van robot, is toch zijn ding? Dat hij robots te gek vindt. Oh ja, dat gaat Duffy niet te doen. Ze gaan ook elkaar echt redden en alles. Ze zijn zo gevoelig, Timon. Dat is het lomste gevecht aller tijden. Oh, kut. Oh! Timon! Ja, dat is best wel pittig. Ik moet zoveel knopjes indrukken. Hé, hey, Henk, help, joh! Wat is die gozer aan het doen? Ja, ik ga het pompen. Beentje, sparen. Ze kan je toch niet... Got you now, baby! Slam, baby! Ik slam wel, one down, scratch one more! Ik kan wel sparen zeg, maar je doet het toch niet. Je gaat scratch one more! Dat was zo onnodig. Tango down. Je weet dat het niet hoefde. Tango down. Timon, echt een man. Als ik een keuze maak, dan schreeuw je op me. Why? Je wilde mij slaan met een mes. Jullie probeerden mij te vermoorden. En dan begrijp ik, jullie proberen te vermoorden, dan is het niet goed. Maar je wist dat dit ging gebeuren. Boeit me niet. Ik vind het niet lullig. Ze wilden mij vermoorden, dan is het super erg. Maar het lukt alleen niet. Weet je wat, je hebt wel gelijk. En haar mag je niet vermoorden. Dat is je eigen fout. Moet je me maar niet aanvallen. We wilden je niet vermoorden. Verzet tegen een politieagent met een wapen is een risico. Ja, meerdere keer met een mes, hè. Met 2 armen in mijn gezicht wilden ze. Schiet die ook maar neer.
Echt, als ik de kans krijg, Peter. I begged him to stop, but he wouldn't. So I put my hands around his throat. Zij is me in elkaar geslagen, die gozer. Until he stopped moving. Waarom vocht je niet terug tegen hem gewoon, zoals ze tegen ons vocht? Dan had je hem waarschijnlijk ingemaakt. Yes, him. Ze heeft hem ingemaakt. Ze heeft hem ingemaakt. Ja, maar ze kon hem ook gewoon in elkaar terugslaan. Ja. Ze hoeft hem niet te vermoorden. I wanted to live. I wanted to get back to the one I love. Forget about the humans. The smell of their sweat and their dirty words. Ze is geprogrammeerd om te sanksen, maar ze vindt het helemaal niet leuk. Ze lijkt wel geprogrammeerd om te babbelen, want deze vrouw hier... Ze is weer een zwakkeling, hoor. Eén kogeltje. I loved her. Echt, boom. Scratch one more. Ik zit echt een killing spree, joh. Zo meteen kon die Harrier inbouwen. Ik vind dit... Henk vindt het helemaal niks meer zelfs, ja, die hoor. Ja, helemaal... Vond hij niks? Ja, de pijltje ging naar beneden. Ja, nou... Peter, wacht maar. Elke keer wordt hij op een zaak gezet... Als ik nog 3 killetjes heb, Peter... Dan praat je wel anders. Dan ga je mee profiteren. Dan heb je misschien die release the hound. Ja, nuke incoming. Killstreak. Dit ging gewoon prima, Peter. We hebben nog niet echt professioneel een zaak opgelost. Dat is wel een beetje een ding. Zeg, worden wij ontslagen? 1 kogel had ik nodig. Hoe bedoel je niet professioneel? Het zeg maar ons ding is om erachter te komen waarom ze op hol slaan. En wij zijn iedereen aan neerknallen. Ja, dat gaat prima zo. Die vrouw is tevreden met ons. Die vrouw is helemaal niet tevreden met ons. Vorige keer ik ben zelfs tevreden, Peter. Dat is ook belangrijk. Oké, deze BFF's, dit is echt gezellig zootje altijd. Ja, hebben we. Ik ga over auto's praten. Dat vind ik mooi. Hoeveel cilinder? Oh nee, wat zijn dit nou voor vragen? Yeah. I saw it once in the garage. Let nou op de weg, alsjeblieft. I don't know if Zako even ever used it. Moet ik nog wel met hem praten? We gaan niet meer op de weg letten, Peter. We hebben wel super speciale robots, maar we hebben niet die auto's die zelf rijden nog. Nee, dat hebben we niet. Afstand, moet die afstand houden? Ja, lekker weertje kun je zeggen. Ja, voor het weer. Ik ken hem niet zo goed, dus... Dan moet je gewoon die saaie gesprekken eerst doen. Dan moet je eerst doorheen komen en daarna kan je wat andere vragen stellen. It's pretty. Boeien gaat het zeggen. But at least we won't meet any humans along the way. Is het over die human males of niet? Dat weet ik niet. Het is echt een geforceerd gesprek. Ja, je moet ook alles zeggen. Neem wat afstand. Is it much farther? We should arrive in an hour or so. Kon ik zelf niet aflezen. Dat was een ingewikkelde codetaal op die... Oh, what the fuck. Handrem? Wat is dit nou weer? Hebben ze hem uitgeschakeld omdat hij gestolen is? Ga dan niet zo zielig. Stel, ga voor die handrem. Ga dan voor die drift dan. This doesn't look good. Zo, wow. Technology. Stay inside. Oh, de geavanceerde motor is kapot. Moet ik even kijken. Ja, dat is een mooi bakje, hoor. Dat is een mooi dingetje. Even kijken, hoor. Hopelijk hebben we zo'n moersleutel bij ons. Dan kan ik dan weer fixen. Een bakje. Hoef je geen mens voor te zijn om het te waarderen, hoor, Timon. Dit is een Suzuki, hoor. Dat zie je gelijk. Een Swift of... Nee. Continue on foot, I guess. Een Impreza. Ja, zo'n Impreza, ja, klopt. Mooi modelletje hoor, die maken ze niet vaak meer, maar die wordt echt flink onderschat. Die heeft wel echt wel paardenkracht erin zitten hoor. 4 paarden of zo. Ja. Maar echt wel van die sterke paarden heb ik daar over, die grote hè. Die Shetlanders. Goed getrainde paarden. Heb je nog Shetlanders? Maar moet je iets doen? Oh, ik was even aan het genieten. Wat wilde niet van me nou? Nee, ik zat even met jou over die auto's te babbel. Ja, daar kan ik eigenlijk de hele dag over hebben. Zoek een wat? Stond er schakelaar? Schuilplaats. Denk je in die auto? Ja, een warme auto. Vind ik wel een goede plek. Wel een beetje te veel aandacht trekt hier met die lampjes. Ga je echt kijken of je in de auto kan schuilen? Ja, dat lijkt me wel een logische plek. Nou, dan gaan we toch weg. Gaan we het joch achterlaten? Oh, is een schuilplek... Maar zijn er voetstappen in de sneeuw te zien? Want Kojima die draait zich echt om in zijn graf. Ja, niet echt mooie, maar het is gebeurd wel.
Ik hoor niet eens het lekkere geluidje van sneeuw. Dat is wat je wil horen. Vers sneeuw. Dat is slecht door de sound designer. Die moet ontslagen worden direct. Ik zal een mailtje sturen. Ik hoor daar een paar. En nu heb ik wat geld in mijn broekzak, want dat heb ik gestolen. Oh ja, van die gozer helemaal geen nadeel zat eraan vast. Ja, een risico, maar... Oh, nog een spookcircus hebben we gevonden. Ja. Er hangt werkelijk een skelet in een kooi links. Okay, dit is we need to find shelter. We have to get out of the cold. Looks like it's been abandoned for a while. Kijk, dat is even iets leuks. Ja, nog een dood mens. Ja, dit ziet er wel comfortabel uit. Ja. Een kooi. Find anything? No. No place veilig. Is niet... Je kan er niet eens binnen schuilen. Waar heeft die vrouw het nou altijd over? Ik ga hij bekijkt de rechterkant wel en dan bekijk wij links. Zou je denken, maar... Ik ga niet alles in mijn eentje doen hoor. Dan blijft het zomaar niet gozer. Oh, aanraken. Voelen. Ja, dit is leuk, let op. Beware! Danger always comes when least expected. Neem hem mee. Bevriend hem. Is dit een android? En ik keer me echt heel zielig aan. Want hier kunnen we vast wel ergens. Oh ja, een beetje dit zwart. Dit zie ik wel. Het zag eruit alsof ik erin kan, maar ze zegt niet van, hey, hier moet ik in. Je moet gewoon een deur vinden, joh. Je scan maar even om je heen, inderdaad. This place is falling apart. Vindt hij niks. It's not gonna be easy to find shelter. Dus dat denk ik dat hier al meer mensen zitten te creepen, toch? Sowieso zitten een paar mensen te creepen hier. Die ziet er wel goed uit. Ziet er prima uit. Er glipt maar naar binnen, hoor. Niet kapot trappen. Hoppakeetje hier links. Gewoon gaan zitten, hoor. Het gaat niet, dat zie ik toch... Oh, het gaat. Het gaat, Peter. Robot strength. Ja, die beest. Nu komt hij. Doe met je trap. Doe ik een trapmove! Dat is zonde van die... Ja, maar dat is gewoon cool! Oh, kijk nou. Dat is geen trapmove, man. Maar dan is die deur heel anders, is het alsnog kouder binnen. Ja, maar wat zag het zo te chill uitzien? Ik weet niet of dat prioriteit trap heeft. Trap hem nu! Dat zou heel onnodig zijn! Gaat hem nou niet uitdagen! Dat is een finishing move, dat is te mooi. Dat is een hele move, die moet je gewoon zien. Het deurtje is nog intact, dus op zich was een goede keuze. Het zag er goed uit ook. Je hebt een goede keuze gemaakt, Timon. Hij voelde hem gewoon. I don't think we'll find anything better. Ziet er nog wel vrij koud uit hier. Ja, het sneeuwt hier binnen gewoon. Het is zo koud dat het sneeuwt. Nee. Hier heb ik nu al spijt van. Hebben ze een soort van boekjes? Zijn ze nog steeds zo dik met kaft en zo? Ja, tuurlijk. Mobieltjes nog plannen. Anders was het toch te duur om te maken. Want elke dag moet hij door de bus heen, hè? Wat doet die gozer nou weer? Pas eens even op. Nee, ik neem dat het aan dat het digitaal is. Nee, het is een krant. Dus die komt elke dag door de deur, komt hij. Timon, volgens mij was het vrij digitaal. Nee, een lekker koenkie. Lekker hoor. Wat hebben we hier te pakken? Ja, zo'n roze koekie. Oeh, roze koekie. Oh, ik dacht, we gaan die gozer aanbieden. Ik dacht werkelijk niet eens aan het kind meer. Wilden ze niet? Mag ik er dan eentje? Ik pak er even eentje hoor. Oh. Nice. Die ligt hier. Gewoon. Die terugstoppen. Oké, okay, onthoud hem nu dit keer wel. Er gaat wapen. Dus iets gebeuren. Er komen een paar creepers. Wat ghouls. Wat denk je van wat zombie ghouls? Oh ja. Dat zou zomaar kunnen. Oké. Gaat hier ook wel emotioneel van kijken. Voelen. Ik ga lekker mezelf in oprollen als een... Rupsjongen. Ja, een rupsjongen. Ja, ga erin rollen en ga zo kruipen naar de toe als een rups. Doe de rups! Dat zou wel opvrolijken, want het zou mij ook opvrolijken. Dat zou gewoon een geinig momentje zijn. Hier, pak aan. Vuurtje, in het vuurtje dompelen. Het gaat er niet in het vuurtje dompelen. Het moet branden hoor, lekker fikkie. Het brandt al prima. Alice?
Ja hoor. Die span. Oh, je dacht ook al. Zo met te praten. Zit hier nou zo'n gevoel naar te kijken al een gezin? Dat wil ze zo graag. Roos is lekker geloofwaardig. Dat vindt ze belangrijk en Roos Cookie niet. Slecht geschreven hoor. Als ik mocht kiezen tussen mijn familie of een lekker gevuld cookie. Gevuld cookie ga ik twijfelen. Roos Cookie, boom. Doe realistisch over die... Nee, realistisch over die roze cookies moet je beginnen. Ja, als ik over die... ik vind gevulde cookies zou ook wel lekker zijn. Zou het ook wel waard zijn. Roze cookie ook hoor. Maar kokosmacroontje kan ik laten liggen. Ja, dan kies ik nog liever voor mijn familie. Ja. Dat is een sprits. Dat is een sprits in zit. Je hebt lekkere spritsen, maar er zijn ook minder lekkere spritsen. Is het je familie waard? Let's get you to bed. Voor een sprits zou ik mijn familie sprits wel sprits is niet top 5 waarde. Ja, maar zou wel, ik vind mijn familie ook niet echt. Nee, is ook niet top 5 waarde. Daarom. Rol erin als een rup. Doe nou één keer. Dat zou echt onleuk zijn. Ja, rol erop gewoon nu. Ja, rol. Dit is zo saai, hè. Ja, echt. Mag ik nou morgen... kussen? Mag ik nou kussen nee, of niet? Waarom? Je kent dat kind. Het is niet jouw kind. Oké. Okay. Get some rest. Tomorrow's going to morgen. Be a long day. Can you tell me a story, Kara? Nee. Lach en nee zeggen. I have 9,000 children's stories in memory. I should have one for you. Dat is toch al, want we verzorgen het toch een ridder of een eenhoorn? Een eenhoorn, dat is een paard met een hoorn, ja, Timon. Ja, dat is goed. Paarden zijn wel beter. No, not a story like that. Make one up for me. Hé, hey, als je hem niet kent, wat is het verschil dan? Girl. Die gozer mag ook wel dichterbij zitten hoor. Tja Peter, ik vind hier helemaal niet goed in nu al. Ik ga gewoon kijken wat het spel voor me doet. Lived alone in a big old house. She dreamed of being like all the other little girls, but... Een schaduw. Dat is toch wel goed bedacht. Deze vrouw moet geen verhaaltjes meer verzinnen. Die moet weer verder gaan met huis schoonmaken en ze opruimen, want... Er zit echt een pauze tussen, je ziet er even nadenken. Verpest het hele verhaal. Kijk nou, zie je nou nadenken? Kijk nou. Ongemakkelijk aan te staren. Ja, dat ik iets nieuws heb verzonnen. Ik was niet heel happy either. Dus ze decided to run away together. En die schaduw... To escape the shadow that haunted je wist dat ze dit ging zeggen. They encountered great dangers along the way. Ik zou ook in slaap vallen van dit verhaal. En toen die schaduw... Oh, kan er niet. Vrij. Oh, what the fuck. Tappen. They were so brave. They escaped all of them. Het staat me niks verbaasd dat die gozer ook in slaap gevallen ja, is. Terwijl hij bezig was. Ja, aan het doen. Kan er, en net lach je nog niet. Die gaat steeds lekkerder liggen, die gozer. Robot, reus! A gentle giant. De, kijk naar nieuws voor hem! Ik ga met die gozer flirten, joh. Die moet je er echt bij hebben. How does the story end? Wat is het realistisch? Ik ben wel benieuwd wat realistisch is. It's up to us to write the end of the story. Ja, lekker makkelijk. Zo kan ik ook een verhaaltje. Yeah. Gewoon een beetje slap lullen aan het einde. Ja, ik weet niet. Moeten we zelf vindt wel bepalen. Vind leuk ook. Kinderen die accepteren echt... Alles gewoon. Je hoeft niet eens je best te doen, volgens mij. Ook dat is zijn Lizard. Yes. Dat is een coole naam. Ja, noem hem Lizard vanaf nu. Yes, of course. Wat moest hij doen? Gaat hij meteen nog een verhaal vertellen. Cheminee, joh. Dat hebben we wel te rusten zeggen. Hij gaat wel over de kus. Had ik dus ook gewoon kunnen doen. Jij vond het heel raar. Die gozer gaat gewoon, het zag er heel normaal uit. Hij kent er echt een paar minuten. Geflipt. Had hij die signature trap gedaan in het, ja. In het vuurtje, had ik meer gewaardeerd. Ik ga met een lizard praten. Rollen dat vuurtje in, als een rups. Kind, wil je het vuurtje in rollen? She's a sweet girl. Ze is probeert te slapen en we gaan even rustig praten. Yes. She's very brave. Over het sneeuw. Oh, nee, is dat weer nog. Ga zo weer over het sneeuw. En even over het weer praten, hoor. It's still snowing.
This size to fill. We have a long walk tomorrow. We better leave early if we want to avoid being seen. Shit. Praat even over zijn verleden. Oké. Ik zou liever over het weer nog even praten. From your life before his laptop? No. My model was designed to carry heavy loads. I might have been a longshoreman or a laborer. Who I was doesn't matter anymore. It wasn't really me. Kara, have you ever noticed anything about Alice? Hebben we merkt er iets aan haar of niet? Nee. Wat? No, what are you talking about? Dat is nog wat. Dat vindt hij goed hoor, ze niet weten. Dat vond hij zichzelf beter. Dat niks opvalt. Hij zegt wel iets. Oh. Peter, dat wapentje. Oh, zeg zombies! Ze zijn allemaal zo boos op anderen. Oh nee, of alleen op het joch misschien. Dat wapentje, Timo, heb je waar? Oh ja, ja. Peter, je hebt nog maar 3 kills nodig, hè? Een UAV kunnen we ook nog gebruiken. Vraag toch, vraag. Ja, vraag helemaal waar ze. Who are you? What do you want? Leave us alone! Ze willen ook gewoon warm. Oh, wees niet bang, zeg gewoon goed. We don't want to hurt you. Goed dat je niet in de lucht schoot direct. Normaal gesproken ga je helemaal los direct. Our name is Jerry. Ze heet helemaal Jerry. Jerry. The park closed. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. Met echt een hele groep, ja. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. Is we'll that a cutie man? A little girl. We werden gestuurd door het wapen. Children used to love to come and see us. She looks sad. Hem valt het ook al op al gelijk. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in. Well, she should follow us then. Die geflipte gozer vertrouwen er helemaal niks van. I don't think you have any choice. Neem die gozer mee, kom op. Lizard, kom mee. Come on, Kara. Oké, dan vertrouw ik het alweer. Die gozer kan ze echt allemaal aan. Heb je een wapen meegenomen? Dat hoop ik wel. Hé, hey, het geluidje zit erin. Hoor je dat? Kijk, nou eens Kijk. Hij heeft het gelijk even geüpdate. Be our guest. Wat is het? Een draaimolen. Zo. Het saaiste wat jullie kunnen doen, jullie. Gaan jullie eerst opbouwen alsof er echt iets leuks gaat gebeuren? Dan gaan we in een draaimolen zitten. Leuk hoor. Hey, wat gaat er gebeuren? Oh, gaat die rondjes draaien keer op keer? Oh, misselijk worden. Ah, dat is echt een van mijn favoriete dingen. Ja, het eerste rondje snap ik het hele principe wel van het ding. Ja, ik ga het niet zelf worden, vind ik wel gelukt. Nee, niet op... Mogen we niet kiezen op welke we gaan? Mag ik? Ik ga gewoon wel zelf kiezen hoor. Gaat Jerry ook mee of niet? Er zijn 500 Jerry's. Dus ja, dan kan er toch eentje meegaan op zijn minst. Gaan we allemaal aankijken hoe zij erin zit. Kijk dat makreelmannetje. Ja. Die beweegt niet. Vindt ze echt wel... Ze vindt het nog leuk. Wat een treurig jong. Dan ben jij een treurling. Er gaat echt niks worden later. The first time I've seen her smile. Ze is sneller. Het is avond, dan gaat het altijd sneller en achteruit. Oh ja, dat is voor dronken mannen toch? Ja, sneller en achteruit. Vinden ze mooi hoor, met z'n allen. Je zou denken dat ze erop neerkijken naar zo'n simpele machine. Terwijl ze zelf zulke geavanceerde machines zijn. Ze kunnen het allemaal gewoon waarderen. Net als wij een Nintendo 64 vinden was nogal mooi hoor. Ja, dat is waar. Piet, was dit hem gewoon weer? Ja, het is een happy ending. Een happy ending. Kijk wat er allemaal kon gebeuren. Echt precies helemaal niks. Dit helemaal niks. En we gaan binnenkort gaan we dit streampje gewoon weer oppikken, jongens. Dan gaan we gewoon door. We moeten al flink opschieten voor mijn gevoel, hoor. Denk nee, je niet? Joh, we hebben nog maar rond 6 uurtjes gespeeld, denk ik nu. Spelletje ongeveer 10 uur. Oh, niet. Ja, ja, ja. Dus we gaan... Is dat de helft dan ongeveer? Dat heb je heel goed gezien, Timon. Ik wil, voordat we stoppen... Even een chill muziekje aanzetten, zeker.
Nog ja, eventjes iedereen bedanken. Die is eerst binnengekomen, joh. Ik zag jullie wel langskomen. Mensen die gesubt hebben, die een berichtje achterlieten. Oh, ontzettend bedankt, jongens. Hou vooral social media in de gaten. Voor wanneer we dit gaan oppikken. We laten het even van tevoren weten. Waarschijnlijk gewoon vandaag. Volgende week woensdag. Vandaag hebben we het helemaal niet laten weten, maar... Ja, we hebben het maandag laten weten. En in het programma onder... Onder deze Twitch-pagina. Oh, kijk je op Twitch. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.